Tim, zeg het maar. Ja, moet je wel zeggen. Gewoon, ik heb hier geen woorden voor. Dit slaat alles, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat moet je dan zeggen? Dit is ongelooflijk. Dat heb ik. Ik heb geen woorden voor. Je kan wel janken, lijkt me. Ja, tuurlijk. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed. We begonnen niet eens heel slecht, volgens mij eerst 20 minuten. Alleen na die 1-0 gaan we heel andere dingen doen. Krijg je een rode kaart, heel dom. Hoe je de tweede al begint binnen een kwartier, stond het 7-0 geloof ik. We lieten ons team. Iedereen liet elkaar in de steek, denk ik. Het was gewoon een gatenkaas. Niemand deed meer wat hij moest doen. Volgens mij mag hij nog blij zijn dat het maar 10-0 is, geloof ik. Zeg genoeg. Ja, dat is de ergste, de grootste nederlaag ooit voor Feyenoord in de geschiedenis. Een drama. Daar sta je in het veld. Hoe voelt het? Is het een zinkend schip? Denk je van, redden maar wat het te redden valt? Ik weet het ook niet. Nee. Ik had juist een heel goed gevoel na Twente. Ik denk iedereen wel. Dan moet je naar PSV, dan weet je dat je kan verliezen. Alleen niet op deze manier. Het erg is nu, gewoon rechtstreeks de degradatie komende week tegen VVV, zo'n duel. Dat is niet anders. We moeten die wedstrijd zeker winnen, anders. Hier moet je niks goeds over. Dit kan je benen. Dit moet je snel vergeten, want dit sloeg echt werkelijk helemaal nergens op. Wel sterk van je dat je wilde komen staan. Dankjewel.